In deze video ga je leren hoe je moet noten lezen op keyboard. Daarvoor kijken we eerst naar de notenbalk. Je ziet dat aan het begin de G-sleutel staat. De G-sleutel staat altijd met zo'n krulletje om het tweede lijntje van de notenbalk. Dat betekent dat elke noot die op die lijn staat de G is. Vanaf daar kun je gewoon het alfabet terugtellen. Daarvoor is dan de F, nog eentje verder de E, de D en onderaan de C. De C wordt geschreven met een hulplijntje omdat deze net onder de balk zit, zodat het duidelijk is op welke hoogte die precies staat. Maar waar moet je deze noten spelen? Op het keyboard. Daarvoor kijken we eerst goed naar het keyboard. Je ziet dat deze zwarte toetsen heeft in groepjes van twee zwarte toetsen en groepjes van drie zwarte toetsen. We leren dat voor het groepje van twee zwarte toetsen de C zit. Dus C voor 2. Eentje verder is dan de D, nog eentje verder de E, de F, de G. Let op, hier begint hij opnieuw bij de A, de B en hij komt weer perfect uit op de C. De noten die hier staan zijn dus de C die je op deze toets moet spelen, en de F moet een paar tonen verder op deze toets worden gespeeld.